Deze zomer en najaar is in de Piet Oudolf beeldentuin van Singer-Laren de tentoonstelling te zien van de beeldhouwer Pépé Grégoire. De tentoonstelling heet Profiel Europa en Pépé Grégoire krijgt dit jaar de Singerprijs. Pépé Grégoire, een van de meest eigenzinnige en beste beeldhouwers van Nederland, die al lang werkt, staat naast een beeld van hem, Windkracht, dat is een van zijn kenmerkende series die we hier in de tuin tegenkomen. Er zijn meer dan 50 beelden hier te zien. En dat, u ziet meteen een tegenstelling tussen glad en ruw. Het is meeslepend. Het is eigenlijk het gevecht van de mens tegen de elementen. En die staan natuurlijk voor veel meer dan alleen de elementen, de wind. Het staat voor alle tegenwerking die je in je leven ondergaat. Alle ellende, het menselijk tekort die je toch weer te boven komt. En het is ook heel leuk van Pépé dat hij humor in zijn werk verwerkt. Kunst en humor is altijd mooi. Want deze vrouwfiguur die houdt zich vast als het ware aan de kleren die haar mee wegslepen de wind in, de storm in. Nou, de tuin is gevuld met dit soort series beelden. Hand-voet-series. Beelden van menselijke ledemaat, van menselijke profielen. Die heeft bedacht als antwoord van de archeologie, van de klassieke archeologie, waarin torso's vanaf de 19e eeuw tevoorschijn zijn gekomen, zonder handen, zonder benen, bijvoorbeeld de torso Belvedere. En Pépé Grégoire heeft bedacht, ik ga die ontbrekende ledematen invullen. Nou, een hele bijzondere serie van hem, dat zijn de profielen. En de tentoonstelling die heet Profiel Europa, verwijzend naar een groot blauw profiel, dat staat daarachter. En dat heeft hij gemaakt als een voorstudie voor een 30 meter hoog beeld dat hij heel graag in Brussel geplaatst wil zien als het symbool, het verbindend symbool van Europa. Want in het menselijk profiel komen de verschillende zintuigen samen, de hele verschillende zintuigen, die toch, nou ja, we zijn natuurlijk als Europese landen heel verschillend, maar die toch verbinding vinden in dat profiel en zo toch samen kunnen werken. Nou, dat is het grote ideaal van Pépé, om dat blauwe profiel Europa dat hier nu in Singer te bewonderen valt in een 4 meter hoge versie, om dat in een 30 meter hoge versie straks in Brussel te zien. Nu nodig ik u allemaal uit. Kom allemaal naar Profiel Europa van Pépé Grégoire in de Piet Oudolf Beeldentuin in Singer-Laren.